Goedenavond, u kijkt naar een extra uitzending van U Vandaag. De politie is druk bezig met het onderzoek naar de twee lichamen die vanmiddag in Koten zijn gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de lichamen van de vermiste broertjes Ruben en Julian. De lichamen werden in een slootje tussen Koten en Houten gevonden. Ter plekke is Dennis van Ommeren. Dennis, de politie komt om 11 uur vanavond met een persconferentie. Zou je daaruit kunnen concluderen dat de jongens zijn geïdentificeerd? Ja, je kan er in ieder geval uit concluderen dat de politie met nieuws komt. Anders gaan ze geen persconferentie beleggen. En ik denk dat de kans ook groot is dat ze inderdaad gaan bevestigen dat het om de vermiste jongetjes gaat. Het onderzoek lijkt afgerond. Ik kijk nog even achter me. Het licht brandt nog wel bij de tent. Maar je hoort hier op deze locatie langs het slootje waar de lichamen zijn gevonden ook steeds meer geruchten dat het onderzoek op het eind loopt en dat er zometeen nieuws aankomt. Kort voor 9 uur verschijnt een lijkwagen bij de vindplaats van de twee lichamen in Koten. De politie is dan al uren bezig met een groot onderzoek bij een duiker op de hoek van de Hoekse Dijk en de Kanaaldijk Noord. Een voorbijganger ziet daar rond 5 uur vanmiddag iets in het water liggen. Direct wordt de omgeving afgezet en ook de toegangswegen richting Koten gaan dicht om kijkers op afstand te houden. Boven de vindplaats gaat ook het luchtruim dicht als blijkt dat vanuit een helikopter door het ANP foto's worden gemaakt. De lijkwagen is uiteindelijk maar kort aanwezig. Na ongeveer 10 minuten vertrekt de uitvaartverzorger weer. De lichamen zijn op dat moment nog niet meegenomen. Ja, die lichamen die zijn daar kennelijk nog. Wat gebeurt er precies op dit moment, Dennis? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb in die 5 uur dat wij hier nou op locatie staan natuurlijk continu contact met de redactie van RTV Utrecht. Die houden me continu op de hoogte van het laatste nieuws. Maar het is sinds een kwartiertje zo dat de politie heeft aangegeven, wij gaan nu geen vragen van de pers meer beantwoorden. We komen binnen een half uur en een uur met een bericht, met informatie. En inmiddels is dus bekend dat er om 11 uur een persconferentie belegd is in Utrecht op het politiebureau. Ja, die persconferentie die is uiteraard ook live te volgen hier op RTV Utrecht. Wij zijn daarbij aanwezig. Gaan we nog even terug naar vanmiddag. Hoe zijn die lichamen eigenlijk gevonden daar in Koten? Ja, door een voorbijganger. Een voorbijganger die kwam hier langs en die heeft op een gegeven moment de politie gebeld omdat hij iets in het slootje zag liggen wat leek op een lichaam. Vervolgens heeft hij de politie gebeld, die is hier naartoe gekomen en die hebben geconcludeerd dat het inderdaad ging om twee lichamen. Vervolgens hebben wij de politie natuurlijk ook gevraagd dat het eigenlijk heel simpel te constateren moet zijn of het om lichamen van kinderen gaat. Maar dat heeft de politie dus tot op dit moment niet aan ons bevestigd. En op een gegeven moment stonden er zelfs files richting Koten. Betekent dat er ook op de plek waar jij staat veel mensen komen kijken? Nou, in eerste instantie wel. In eerste instantie zag je hier ook wat organisatoren van de burgerzoekacties die hier al binnen no time waren. Ja, die voelen zich natuurlijk erg betrokken en zagen via social media dat hier het een en ander aan de hand was. Die kwamen hier naartoe om even te kijken. Ik zag een paar mensen die hier in de buurt woonden, maar inmiddels is dat helemaal rustig. Ik denk zo'n 2 uur geleden zag je steeds meer mensen afdruipen en die zijn nu op ruime afstand achter de afzetlint neergezet. En die hebben ook geen kans meer gekregen om hier naartoe te komen. We staan hier nu nog met aardig wat cameraploegen. Hiernaast me gaat weer een lamp uit. Dus ja, dat zijn allemaal signalen dat het er hier praktisch op zit. En het is nu uitkijken naar wat er om 11 uur gezegd gaat worden in Utrecht. Het nieuws wat de politie gaat brengen over het eventuele vondst van de vermiste broertjes uit Zeist. Oké, Dennis, dank je wel. En nogmaals, die persconferentie straks om 11 uur, die ziet u live hier op RTV Utrecht. De vermissing van de jongens kwam een kleine 2 weken geleden aan het rollen toen de vader van de twee dood werd gevonden bij het Doornse gat. Ruben en Julian uit Zeist zijn spoorloos sinds maandagavond 6 mei. Ze zouden op een korte vakantie gaan met hun vader Jeroen Deenis. De vermissing van de broertjes wordt op 7 mei ontdekt als een wandelaar de vader dood aantreft bij het Doornse gat. Bij het aantreffen van deze man gaan wij op zoek naar de familie. Dat kost enige tijd. Uiteindelijk eind van de middag is bekend geworden dat deze man 2 zoontjes bij zich zou moeten hebben. Vanaf dat moment ontstaat een grootscheepse zoektocht naar de broertjes. De politie kampt recreatiegebied het Doornse gat uit en verplaatst de zoektocht daarna naar Limburg. Het blijkt dat de vader daar is gefilmd door de bewakingscamera van dit tankstation.
Daar zijn opnames van gemaakt en die worden op dit moment door de politie onderzocht. Het is nog niet bekend op dit moment bij ons althans of daarbij ook de twee jongetjes aanwezig waren. Of ze bij de vader in de auto zaten. Opvallend aan het tankstation is in ieder geval wel dat het erg moeilijk is om te bereiken voor verkeer. Helemaal als je niet uit de omgeving komt. Later blijkt dat de jongens ook te zien zijn op de beelden in Limburg. De politie doorzoekt de bossen en een visvijver in de omgeving, maar van Ruben en Julian geen spoor. De politie stelt alles in het werk om een beeld te krijgen van de route die de vader de bewuste nacht heeft gereden. Al snel blijkt dat de vader over de Rijnbrug bij Rhenen is geweest. Zijn auto wordt daar toevallig geregistreerd. Intussen plaatst de moeder een oproep op Facebook. Alsjeblieft wil iedereen uitkijken naar mijn kleine mannetjes. Ze worden sinds gisterochtend vermist. Aan de oproep wordt massaal gehoor gegeven. Ik kreeg net al telefoontjes uit Vlissingen en Rotterdam en Heerlen van mensen die ook hierheen komen rijden. Dus het is echt landelijk uitgerold deze zoekactie. Ik durf er geen schatting over te maken. Ik vermoed bijna rond 200 durf ik wel te zeggen. De afgelopen 2 weken zoeken honderden vrijwilligers bijna onafgebroken in de bossen rond Rhenen en Driebergen naar sporen van de vermiste broertjes. Met een aantal buurvrouwen gaan wij met elkaar het bos in en om ook even met elkaar te delen. En dat voelt prettig. Ook de politie zoekt verder. Zo krijgen bewoners en ondernemers met een eigen beveiligingscamera in onder meer Rhenen en Doorn een opvallend oproep. Gevraagd wordt de opgenomen beelden te bekijken om na te gaan of de auto van de vader er toevallig op staat. Over de omstandigheden waaronder de jongens opgroeiden wordt ook meer bekend. Dit weekend publiceert NRC Handelsblad uit een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Het blijkt dat het slecht gaat met het gezin sinds de scheiding van de ouders in 2008. Meer dan 10 instanties zouden zich met het gezin bemoeid hebben. Zonder succes. De onthulling geeft een inkijkje achter het drama, maar nieuwe aanwijzingen voor de vermissing levert het niet op. Het zoeken gaat intussen dan ook onafgebroken door, tot vandaag aan toe. Duikers zoeken zondagmiddag nog bij de zandafgraving in Maarn. We zijn gevraagd of wij kunnen assisteren met de zoektocht naar de 2 vermiste jongens. En wij gaan hier in het water bij de Maarnse zandafgraving zoeken naar aanwijzingen, voorwerpen die daar niet horen. En we zijn nu met een team van 3 teams van 2 van 2 personen en 1 van 3 personen. En dan lijkt er schot in de zaak te komen. Er wordt gevraagd uit te kijken naar meer kledingstukken. Er duiken nieuwe beelden op. Helikopters en een F-16 worden zondagmiddag ingezet. Tips blijven binnenstromen. De teller loopt op tot 3000. Tot vandaag, zondagmiddag. Door een toevallige passant 2 lichamen worden gevonden in Koten. En in Koten is de politie de hele dag al bezig met een groot onderzoek. En om 11 uur is dus die persconferentie van de politie hier live te volgen op RTV Utrecht. En tot die tijd willen ze niet praten, maar ik sprak zojuist nog wel met Bernard Jens. Ja, wat we natuurlijk allemaal willen weten, de 2 lichamen die aan het einde van de middag zijn gevonden, gaat het hier om de 2 broertjes? Daar kunnen wij op dit moment echt nog geen uitspraak over doen. We hebben inderdaad naar de familie gecommuniceerd dat we 2 lichamen hebben aangetroffen. En uiteindelijk zijn nu onze forensisch rechercheurs heel druk doende om er onderzoek op te plegen. Dus echt nog te vroeg om daar al een uitspraak over te doen. Hoe lang gaat het nog duren voordat er duidelijkheid komt? Daar hebben we echt geen idee van hoe lang het gaat duren. Dat moet natuurlijk uitermate zorgvuldig. En ook de omgeving moet verder nog uitgekampt worden op mogelijke sporen. Ja, en zodra wij duidelijkheid hebben, we laten natuurlijk niemand onnodig in spanning, zullen we dat zeker gaan melden. U had het over lichaampjes. Zijn het inderdaad lichamen van kinderen? Nee, of het nou wel of niet lichamen zijn van kinderen, dat doen we op dit moment nog geen uitspraak over. Die forensische mensen zijn heel drukdoende om daar onderzoek naar te plegen. En u heeft het ook over meerdere sporen. Wat voor sporen onderzoekt u? Nee, ik zeg niet dat we al sporen hebben, maar je moet wel uitsluiten dat ze er zijn en dat je ze mogelijk dan niet meeneemt. Dus dat moet je uitermate zorgvuldig doen. Daar moet je ook echt even de tijd voor nemen om te kijken wat er nu allemaal aan de hand is. En daar zijn we momenteel heel druk mee doen. Heeft u contact met de familie van de jongetjes? Ja, we hebben zeker contact met de familie, want daar gaan we natuurlijk direct naartoe als er ook maar iets te melden valt. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan op het moment dat helder werd dat er 2 lichamen waren aangetroffen. Wat zegt u dan tegen ze op het moment dat u ze aan de telefoon heeft? Ja, wat de exacte tekst is, dat weet ik niet. Maar wij gaan dat ook niet telefonisch doen, daar gaan we natuurlijk naartoe. En familierechercheurs die doen dat melden aan de familie. Nu is er de afgelopen tijd heel veel gezocht. Ook in de buurt van deze plek. Was het een verrassing voor de politie dat de lichamen hier zijn gevonden? Nou, in ieder geval was het zo dat het niet zo is. Naar boven is gekomen vanuit een zoekactie. Dit is gewoon een getuige geweest, die heeft daar gelopen. En uiteindelijk ziet hij dan iets verdacht. En gelukkig belt die dan de politie. En dan komen wij en dan treffen we inderdaad 2 lichamen aan. En hoe zien de komende uren er voor de politie uit? Ja, dat is toch echt heel
hard rechercheren en kijken of we helder kunnen krijgen waar we hier nu mee te maken hebben. En wat ons betreft kan het niet snel genoeg gaan, maar het moet wel zorgvuldig en dat staat bovenaan. En dat was Bernard Jens van de politie Midden-Nederland. Ik sprak hem een tijdje terug. Het laatste nieuws, dat krijgen we om 11 uur in een persconferentie van de politie. En daar zijn wij natuurlijk bij aanwezig. Live hier op RTV Utrecht en ook op Radio M Utrecht. In de tussentijd kunt u natuurlijk ook terecht op onze website rtvutrecht.nl. Graag tot 11 uur.